van Waag. Overal waar het heet is en waar het stinkt, daar zit Wijnand Duyvendak in dit geval. Nou ja, ik vind dat heel dubieus. En ik vind ook dat GroenLinks daar een onderzoek naar in moet stellen eigenlijk. Dat zegt onderzoeksjournalist Joost Niemöller. Volgens hem moet GroenLinks dus een onderzoek instellen naar de handel en wandel van het Kamerlid. Wijnand Duyvendak geeft namelijk zelf toe in zijn net verschenen boek dat hij betrokken was bij een inbraak in het ministerie van Economische Zaken in 1985. En Duyvendak heeft daar geen berouw van. Overal waar het heet is en waar het stinkt, daar zit Wijnand Duyvendak. Ik vind dat heel dubieus en ik vind ook dat GroenLinks daar onderzoek naar in moet stellen. Wijnand Duyvendak, nu Kamerlid, in de jaren 80 een radicale actievoerder. Man met een strafblad. Journalisten als Joost Niemöller doen al jaren onderzoek naar Duyvendak. Hoe radicaal was hij? 6 weken heeft hij gezeten vanwege een andere inbraak. Dat was bij een kazerne waar ze ook allerlei spullen hebben gejat. En er stonden regelmatig waren inbraken, dus er zouden nog veel meer van dit soort zaken zijn waar hij bij betrokken was. In elk geval was hij betrokken bij het naar buiten brengen van het materiaal. Nu komt Duyvendak met eigen nieuws naar buiten. In 1985 brak hij in bij het ministerie van Economische Zaken om deze documenten te stelen. Geheime documenten over kernenergie. Er is hem eens een keer naar gevraagd, toen heeft hij dat ontkend. Dus hij heeft erover gelogen. Het is inmiddels verjaard. Hij brengt het naar buiten nu het verjaard is. Een beetje laf. Het is geschreven door Wijnand. Joost Niemöller laat ons de protestblaadjes zien waar Wijnand Duyvendak in de jaren 80 leiding aan gaf. Deze kwam uit na de inbraak bij Economische Zaken. Ludiek kun je het niet echt noemen. Er staat bijvoorbeeld hier aan het eind, en dat zal Wijnand Duyvendak zelf waarschijnlijk niet meer aankomen, staat een lijstje met ambtenaren, met hun adres, met de data waarop ze met vakantie zijn, met een oproep aan mogelijke actievoerders, verstoor de rust van deze onruststokers, uitroepteken. Hè? Dus ze geven gewoon personen, persoonlijke adressen, gegevens. Ja, als iemand denkt, leuk om daar een paar stenen naar binnen te gooien. Dat zijn dus vergelijkbare methodes zoals je nu bij die dieractivisten ziet. Die gewoon persoonlijke mensen aanpakken. Duyvendak heeft het nieuws zelf gelekt om zijn boek te promoten dat over 2 weken uitkomt. Hij brengt het zelf naar buiten. Hij geeft ook al aan, het is eigenlijk stoer. Hè? Voor linkse mensen is dit stoer, want je was tegen kernenergie. Dus je hebt hiermee iets gedaan. Het was misschien niet helemaal zoals het deugde. Het punt is dat hij in mijn optie betrokken is geweest bij een andere organisatie die veel kwalijker is. En daar heeft hij het altijd overlopen ontkennen. Dat was de club Rara. Die is in hetzelfde jaar, 1985, heeft hij zijn eerste aanslagen gepleegd. Het extreem linkse Rara pleegde vanaf 1985 terroristische aanslagen op supermarkten, tankstations en op bijvoorbeeld het huis van staatssecretaris Costo. Wonder boven wonder vielen er geen doden. Duyvendak heeft altijd ontkend dat hij hier iets mee te doen had. Maar Niemöller gelooft hem niet meer. Hij heeft mij ooit eens een mail gestuurd en daar kan ik nog wel letterlijk uitzeggen van... dat is Wijnand aan Joost Niemöller. Hij zegt, laat ik nog 1 keer glashelder zijn. Ik was op geen enkele manier betrokken bij de oprichting van Rara. Ik weet ook niet wie er wel bij betrokken waren. Nou, wel heel dubieus, want hij kende al die mensen. Het hele kringetje kende elkaar. Er was allemaal 1 woongroep, bij wijze van spreken. Ik heb de actiemethodes van Rara altijd verworpen. Daar heb ik nooit iets van gemerkt, nooit iets over gelezen. En ik vind het onbegrijpelijk dat mijn naam telkens in verband gebracht wordt met Rara. Nou, dat is zijn standpunt, dat gaf hij toen, dat zal hij nu opnieuw weergeven. Volgens Niemöller moet er een onderzoek komen naar Duyvendak. Zijn eigen partij GroenLinks moet het voortouw daarmee nemen. Ik denk dat zij, maar dat hadden ze al veel eerder kunnen doen, dat ze iets moeten doen met die hele sfeer van Rara, dat ze daar onderzoek naar moeten doen. Maar omdat ze dat al veel eerder hebben kunnen doen en niet hebben gedaan, verwacht ik ook niet dat het gebeurt. Dus ik denk eigenlijk niet dat er veel gebeurt op dat gebied. Tot zover de onderzoeksjournalist Joost Niemöller. Wat vinden de Kamergenoten eigenlijk van de acties in het verleden van Wijnand Duyvendak? We vroegen dat om te beginnen eens aan het VVD-Kamerlid Edith Schippers. Meneer Duyvendak is medewetgever, dus die maakt wetten en die zegt tegen de burger... ik maak wetten en daar moet u zich allemaal aan houden. Terwijl die tegelijkertijd zelf inbreker en dief is, dat 6 jaar lang. niet heeft gemeld. En dan nu komt, met citaten in de krant, want ik heb zijn boek natuurlijk nog niet kunnen lezen, maar met citaten van hem in de krant, waaruit een zekere trots blijkt. Hè? En laten we wel wezen, wij verwachten van iedereen in dit land dat ze zich aan de wet houden. Dan vind ik het heel raar als je zelf heel trots bent op een verleden van diefstal en inbraak. Bent u boos op hem, dat hij dat verzwegen heeft? Ik ben er boos om, omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat wij in Nederland een politiek hebben die gewaardeerd wordt en waar iedereen respect voor heeft. Ja, daar draagt dit natuurlijk helemaal niet toe bij. Nu is hij lid van een fractie, GroenLinks, die nogal geneigd is anderen de morele maat te nemen. Nou, ik nodig ze uit om nu in de eigen geledingen elkaar ook eens de morele maat te nemen. U zegt eigenlijk, GroenLinks moet nu ingrijpen. Ik zeg eigenlijk, als je van andere mensen verwacht dat zij zich aan de wet houden, dan moet je daar in ieder geval zelf eerst mee beginnen. De reactie van de VVD. Een reactie van Wijnand Duyvendak luidt dat hij in zijn boek beschrijft hoe hij juist tot het inzicht is gekomen om binnen de grenzen van de wet actie te voeren. Duyvendak neemt ook afstand van die acties van jaren geleden.